Robbie Williams, Let Me Entertain You bij RS7 Him for the Weekend. En ondertussen worstelt Rick nog met zijn koptelefoon. Oh, je hoort niks. Oh, maar dan moet je wel even in de microfoon praten in plaats van tegen... Maar ik hoor niks. Kun jij er niks aan doen? Ik kan er niks aan doen, denk ik. Ik kan dit eens proberen hier. En nu? Nee? Oké, dan doen we het even zo. In de studio hebben wij ondertussen aangeschoven Fred Koeman. Goedenavond, Fred. Goedenavond. Wie heb je meegenomen precies? Ik heb Matti Rietra meegenomen. Ja? Dat is een wandelmaatje. We lopen normaal met z'n drieën. Of tenminste, dat is een groepje geworden. Ja. Normaal is mijn dochter erbij, Aniek. Maar die is lekker weekendje weg. Die is dus lekker. Ik heb Matti meegenomen. Daar loop ik de laatste 8 tot 9 jaar mee samen mee. En daarvoor de andere. Ja, dus, Kunnen jullie elkaar een beetje supporten onderweg dan? Is dat, lukt dat wel? Ja, we vullen elkaar aan en het is ook wel eens van wie het grootste woord heeft, die steekt het hardst. Ja. Daar heeft hij ook wel een laadje van, dus we hebben wel onze eigen liedjes. Jullie eigen liedjes, hè? Ja, waar jullie op lopen? Ja. Oké, maar daar komen we dan zo meteen nog even op terug. Maar even naar die vierdaagse, hoe lang lopen jullie hem dan nu al? Ik loop al vanaf 1976, maar wel met tussenpozen. Dat is de eerste keer. Toen was ik 16 en 17. Toen ik 18 werd, was de vierdaagse feest nog iets interessanter. Dat heeft daar bijna 10 jaar geduurd. En toen ben ik met de vriendengroep destijds, halverwege zoiets, wij gaan weer lopen. Dat hebben we toen eenmaal gedaan, 50 gelopen. Toen kwam er weer 10 jaar tussen, kwam ik iemand tegen in Beuningen. Ondertussen 2 kinderen. Ja. En dat was Philip, die werkte bij het Holland Casino. Dan konden wij daar aan meelopen. En dan even heel snel doorspringen. Daar hebben we een fantastisch jaar gehad en ik kwam Matti leren kennen in die periode. En warm gemaakt voor die vierdaagse en dat gevoel is bij hem niet meer weggegaan. Ja, dus, nee. Dus zo is het even heel snel chronisch. En ja, mijn kinderen, ik heb een zoon en een dochter. Mijn zoon heeft hem 3 keer meegelopen, maar die vindt in NAVO van pa ook de feesten interessanter op het moment. Ja, toch wel, ja? Ja. Ook heel belangrijk. Sterker nog, hij woont binnen de stad, dus wat dat betreft. Oh, kijk, die kan rollen zijn bed in dat soort avonds. Zeker weten. Maar wat is nou dat typische vierdaaggevoel, wat er nou echt voor zorgt dat je zo vaak meeloopt, al die jaren door? Het is het sfeertje. Ik ben in de rook van de Goffert opgegroeid. Ja. Dat was vroeger de vlaggenparade. Ik denk dat het daar ontstaan is. Daar alle militairen uit alle werelddelen, daar vond je als kleinkind mega interessant. En zo ben je eigenlijk meegezogen eigenlijk in het gebeuren. Mm. Het hele vierdaagse feest en vierdaagse is zo'n mooi evenement. Zoveel interactie met iedereen en ook de prestatie. Mm. Het is zeker toen ik hem de eerste keer haalde, denk ik, jeetje, ik heb de marathon gelopen. Dus zo voelde dat, zo goed. Is eigenlijk gewoon een hobby geweest. En ieder jaar, je komt weer mensen terug die je 1 keer per jaar ziet. En het is net of je iedere dag tegenkomt en dan gaat het mis, we go with the flow en dan al met z'n allen dan heel veel plezier maken. Dus dat is eigenlijk... Wat ik me dus heel graag afvraag, ik ben op dit moment zit ik in die fase dat ik denk van nou, doe mij nog maar heel even die feesten. Maar ik vraag me dus af van als je nou voor het eerst over die Via Gladiola loopt, wat gaat er dan eigenlijk door je heen? Dat is misschien een cliché vraag, maar ik kan me voorstellen dat het een emulsie van gevoelens is. Ja, dat is adrenaline. Dat is gewoon adrenaline. Als je dan al die studenten die... Eigenlijk moet je pas 4:30 binnenkomen. Want dat is toch al even aardig. En dan die zingende massa's en die polonaises en die poorten die je gaat van maken. Je wordt gewoon naar binnen gezogen, zeg maar. Het is één groot lint, enthousiasme en muziek en... Ja, het is fantastisch. Ja. En als je dat haalt, dat doe je zo. Heel even voordat we verder gaan. Ja. We hadden eigenlijk de introductie een speciale emmer. En die staat hier al 1,5 jaar te verstoffen. Maar nu komt hij eindelijk van pas. Yeah. De Fred Koeman emmer. En daar zitten een aantal briefjes in met vragen en of dilemma's erop. Waardoor we eigenlijk jou iets beter kunnen leren kennen op het gebied van de Vierdaagse. Hoeveel zullen we laten pakken? Hoeveel briefjes? Zullen we er gewoon 3 even doen? 3. 3. En als het dan heel leuk is, doen we er nog een paar. Ja. En als het niet leuk is, doen we er gewoon 1. Ja. Wat is tot nu toe de mooiste editie van de Vierdaagse? Toevallig heb ik over die vraag nagedacht. En ik weet niet of ik de goede eruit haal, maar een van de allermooiste Vierdaagse was toen ik de 3e keer meeliep. Mijn vader was ook wel een emotionele Vierdaagse. Mijn vader was overleden net. En het is de enige keer dat ik leeg en huilend over de finish ben gekomen. En ik denk echt, hij was net 2 maanden overleden. En dat vond ik echt zo bijzonder. Ja. Dat ik dat gehad. En daar heb je het gewoon voor hem gedaan op een of andere manier. Dus en daarna de mooiste, jee.
53 werd. Ja, eigenlijk, ja. Ik ben altijd in die week jarig. Oh, kijk. Ja. Kijk. Meestal op een van de dagen. Dus, de eerste dag was je de 50. Ja. En toen sta je met z'n allen te wachten om 4 uur morgens om te beginnen. En er zijn natuurlijk allemaal verhogingen, dus we hebben op een gegeven moment op een verhoging gestaan en hebben iedereen gezegd van Fred was vandaag 50, staat die hele groep gewoon mee te zingen. Ja, dat is fantastisch. Die verbinding die je dan hebt met al die mensen die daar dan zijn op dat moment. Ja, en het leuke is dat je die jonge garde, die komt de kroeg uitrollen en die zitten daar. Ja, dat is ook heel fantastisch. Ochtends al die mensen die uitgaan en die jou dan begeleiden van je bent er bijna, weet je wel, 's ochtends om 4 uur. En die zongen ook allemaal mee, dus dat was... Ja, dat was heel gaaf. Lekker, ja, fijn. Ja. Een verjaardag tijdens de vierdaagse, dat lijkt me ook wel wat inderdaad, ja. Nou, maar gaan we door naar het volgende briefje, denk ik zo, ja. Ja, je dacht, hé. Maar het is nog leuk. Dus, het is nog inderdaad leuk, ja, dus gaan we door. Het kan er nog meer door. Ja. De vierdaagse lopen of de feesten vieren? Oh. Een gemene vraag, maar ja, ik denk dat ik de ideale combinatie gevonden heb. Ja, toch wel? Toch wel, ja. We gaan zaterdag en zondag sowieso feesten. Zondagavond traditioneel op de grote markt, hè. Dit koor, zeg maar al. Of het dweilorkestfestival s'avonds. Mm-hmm. Is dat dan een beetje te combineren, ja? Ben je dan niet helemaal kapot als je hem gaat lopen? Nee, maar ja, maandagavond gaan we niet weg. Dat is de eerste. Dus dat is goed. Ja, sinds we eigenlijk 40 lopen, dan zijn we toch nog tot nu of 10, 10:30 in de stad te vinden. Even eten, even nog een klein rondje. En toch te genieten. En, een beetje sfeerimpressie toch wel om het een beetje mee te kunnen pakken inderdaad. En dan de vrijdagavond kijken hoe lang we het vol kunnen houden. Dus, Okay. Maar ik heb begrepen dat jullie ook altijd van het lopen zelf echt een feestje maken. Ja, klopt. Ja. Hoe dan? Nou, wij hebben onze eigen liedjes een beetje gecreëerd. Ja. Ik heb het hier eigenlijk opgeschreven, het brandweerboekje met een mooi woord. Die verkoopt de brandweer van de gemeente Beuningen voor €5. En daar staan alle meezingen en zo slakers in. En we hebben een aantal liedjes onze eigen gemaakt. Ik ben bijvoorbeeld de voorloper van Alouette. En als je dan op een gegeven moment, als je 1/3 bezig bent en je kijkt achter je, heb je in één keer tientallen mensen achter je die aan het tempo meegaan. Polonaise. Ja, zo lijkt het dan bijna wel op. Julia of We Are From Nijmegen. Ja. We hebben ook wat eigen liedjes. Gebaseerd op een liedje van een meisje met rode haren. Pakken wij dan meisje met rode sokjes die er dan net loopt. En dan kijken ze om zich heen. Dat is altijd is best wel hilarisch hoe dat gaat. Ja. Zeker voor de stille stukken, hè? Ja, goed, als ze door die groot door de dorp heen lopen, ja, dan kom je niet bovenuit. Maar voor die stille stukken is het gewoon fantastisch. Ja. En sommigen vinden het gewoon geweldig. Van, oh, daar zijn ze weer. Dan kunnen we lekker tempo meelopen. Dat vinden ze ook, zeker die dode stukken, zeg, op sommige stukken over dijken. Ja, dan schiet je er lekker door. En heel veel interactie met liedjes ook naar publiek en medelopers. Ja. Het is gewoon een grote feestbende, als ik het zo hoor. Ja. Als je het even niet meer ziet zitten, dan loop je gewoon met jullie mee. En dan komt het wel helemaal goed. Dan kom je daar wel over die eindstreep. Een soort medicijn, hè? Ja. Ik heb ook gezien dat jullie ook voor goede doelen lopen. Of tenminste, dat heb ik gehoord. Ja, voor een goed doel. Hoe zit dat precies? Nou, we waren een beetje verwend in Holland Casino. Dat was op ieder punt, of om de 10 kilometer in ons geval, stond er een rustpunt. Volledig verzorgd. En die moesten er een aantal jaar geleden ermee stoppen. Toen hebben we gekeken van ja, dat vonden wij toch wel heel mooi. En hebben we de combinatie gezocht van rustpunten en voor een goede doel lopen. We hebben een jaar voor Amnesty International gelopen en een aantal jaar voor de stichting Doe een Wens. We hebben ook best wel rondgekeken ook welke goede doelen hebben ook rustplaatsen. Dat is misschien een omgekeerde wereld, maar aan de andere kant voor beide organisaties noemen, was dat gewoon fantastisch om te lopen. En van stichting Doe een Wens had ik toevallig ook binnen mijn kenniskring iemand die daar helaas mee te maken. Ja, aan de ene kant een hele mooie dag, maar ook helaas om daarmee te maken. Dus dat was eigenlijk wel een beetje en-en. En hebben we wat geld opgehaald. En vandaar die combinatie. Ja. Kijk, volgens mij is het ook prima te doen. Zo'n goed doel combineren met een soort van wandelmars. Er is van alles te bedenken om een soort sponsorloop te creëren op zo'n moment tijdens de Vierdaagse. Ja. Tot slot, geen Vierdaagse weer niet. Gaan jullie die alternatieven wel lopen? We hebben hem vorig jaar meegelopen. Dat was heel bijzonder. Maar we hadden zoiets gehad, dat is eigenlijk eenmalig, want je mist alles om je heen. Maar we gaan dit jaar toch besloten met één dag. We gaan de dag van Groesbeek lopen. Oké. En dat kan ook gewoon. Je kunt gewoon één dag lopen en dan... Je wil. Je hoeft er niet per se voor op te geven. Je kunt door heel Nederland lopen. Dus we gaan toch het Vierdaagse gevoel houden, toch weer vast, toch één dag te lopen. Kijk. Met ons Aniek erbij en met Matty gaan we weer met z'n drieën de combinatie. En dan ook weer zingend? Zingend, ja. Ah, ja,
Kijk, gezellig. Ja. En volgend jaar weer gewoon Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Normale. Ja. Nou, dat is mooi. Wat wel leuk is, om even af te sluiten hiermee. Je zegt, je bent in de Vierdaagse Week meestal jarig. Ik ken nog iemand die in de Vierdaagse Week altijd jarig is. Nou? Benny Solo. Niet? Ja. Oké. Laten we maar gewoon gaan draaien dan. Ja, heel om goed. Even goed in die Vierdaagse sfeer te komen. Ik wens jullie veel succes. Dank je wel. Bedankt, hè. Graag gedaan.